Welkom bij de Kat Koeno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Koeno podcast. En vandaag heb ik de gast Shura. Hey Shura. Hey. Welkom in de show. Thanks. Hey, we hebben elkaar ontmoet in de Video Business School van Saraida. En ja, ik vind het fascinerend wat jij doet. Zou jij iets over jezelf willen vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Nou, mijn naam is Shura en ik omschrijf mezelf als danskunstenaar. Omdat ik als danser, docent, dansmaker en danstekenaar alles doe eigenlijk verbonden met dans en beweging. En dat doe ik in Nijmegen, in mijn studio's, op locatie. Van amateur tot professional, ja. En gewoon, ja, zeg maar de gewone mens, ja. Dat is wat ik doe. Ja. En ik heb natuurlijk wat dingen van jou gezien. En een van de dingen die ik heel fascinerend vond is danstekeningen. Kan je daar iets over zeggen? Dat doe ik eigenlijk al. Ja, dat kan ik zeker. Ik doe dat eigenlijk al 4 jaar. Maar eigenlijk sinds, wat is het, maart, april, ben ik daar echt veel meer mee naar buiten gekomen. Vandaar dat het nu ook zo... zo speelt. Danstekeningen zijn tekeningen op heel groot papier. Van 2,5 bij 2,5 meter ongeveer. En daarmee beweeg je, rol je, glij je, lig je en teken je tegelijkertijd op papier. En dat doe ik met muziek. En daarmee kom je echt vanuit je hoofd in je lijf. En dat wat er op papier ontstaat, dat is eigenlijk een blauwdruk van jou in het moment. En dan als je klaar bent, dan lees ik samen met jou de tekening. En dan zie ik een stukje verleden, hè, dat waar je vandaan komt, wat er speelt, wat stroomt, wat minder goed stroomt, waar je nu staat. En een stukje potentie of dromen of verlangens of toekomstdingen. En daarmee krijg jij inzicht of antwoord op de vragen die je hebt. En daarmee help ik jou weer een stukje verder in jouw groei en ontwikkeling en dat wat je wil doen. Dus ja, het is super mooi. En echt vanuit je hoofd in je, ja, ik zeg in je hart. Dus en door te bewegen, zet je iets in jezelf in beweging. En dat is eigenlijk het stukje magie wat zichtbaar en tastbaar wordt. Ja. Wauw. Klinkt heel bijzonder. En ik had er nog nooit eerder van gehoord. Ik vind het heel leuk om de combinatie ook. Want ja, bij dansen, ik hou heel erg van dansen. Maar ik heb altijd bij dansen zo'n soort gevoel van, ja, maar dat kan ik eigenlijk niet. En dan moet ik de pasjes kennen of zo, weet je wel. Dat is een soort van, er zijn regels bij dansen. Tenminste, nou ja, hè, bij heel veel dansen heb je dat. En, maar dit is dus eigenlijk een soort, het is eigenlijk een bewegen. En dansen is natuurlijk ook bewegen, maar het is maar net hoe je het ziet natuurlijk. Ik had een beetje een vooroordeel over van, oh, dat kan ik niet. Maar dit kan iedereen. Dit kan iedereen, maar ik geloof ook echt, iedereen is een danser. Iedereen kan bewegen. En het is inderdaad dat wat je jezelf hebt aangemeten van, oh, dat kan ik niet. Of, weet je, laat los. Want dat ritme, dat zit in jou. En dat, als je dat gaat omzetten en in beweging gaat komen, dan komen de mooiste dingen naar boven. Omdat ik dan jou zie. Ja, tof. Tof, ja. Nee, want het is vooral met dingen als van, ja, dan ga je salsa leren. En dan moet je zo 2 stappen zo en 2 stappen zo. En dan denk ik van, oh nee, dat is niks voor mij. Terwijl als je inderdaad gewoon een goede muziek opzet, dan ga ik wel bewegen. Dat is het punt niet, weet je wel. Maar dat is dan, zeg maar, ja, dat is dan gewoon gek doen. Bij wijze van. Maar goed, ja, dat is natuurlijk ook dansen. Maar dat is wel grappig dat ik daar een soort van altijd een beetje... een soort van weerstand voelde van, ja, ik wil niet dansen volgens de regels. Dus ik wil gewoon mijn eigen dansje doen, weet je wel. Ja. Dus dat is wel grappig. Maar, Het is inderdaad daar een verschil, hè. Van, weet je, ik kan je een dansje leren. Maar eigenlijk wat ik altijd doe, ik leer jou dansen. Ja. Jouw eigen beweging en jouw eigen, wat bij jou past. En dat om te zetten. Dat is eigenlijk wat ik doe. Cool. Cool, mooi hoor. Prachtig. Hey, en daar hou jij je vooral mee bezig. Met dansen in de brede zin van het woord, als ik het zo hoor. Ja.
En ja, wat gek, wat leuk. En als het, ja, in deze podcast gaat het over rijkdom in de brede zin van het woord. En over, ja, eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Maar het gaat ook over geld. En ja, dat is heel gek, maar dat is ook een belangrijk thema voor heel veel mensen. En ik kan me voorstellen, jij uit de creatieve sector, waar ook op een bepaalde manier over geld wordt gedacht, misschien, weet ik niet. Wat heb jij zelf van huis uit meegekregen over geld? Nou, ik heb wel echt geleerd om heel goed met mijn geld om te gaan. Geld was bij ons niet van heel zelfsprekend, maar mijn ouders werkten wel allebei. Maar het was niet zo dat wij alles wat ze wilden, dat we dat konden of dat we dat kregen. Dus daar ja, wel overwogen over nadenken. Ik kreeg een zak geld en dat mocht je dan zelf natuurlijk over beslissen wat je daarmee wilde doen. En zo heb ik wel geleerd om te sparen, om keuzes te maken, om... ja, ik kan geld maar één keer uitgeven. En dat heb ik wel echt meegekregen en dat geef ik ook mijn kinderen door. Geld wat je niet hebt, kan je ook niet uitgeven. Dat maakt het natuurlijk wel... ja, ik krijg een ander beeld van met geld omgaan. Ja, want eigenlijk heb je die les, die heb je ook, die neem je dus ook weer mee nu voor je kinderen. En dat is dus ook een les die, ja, waar je zelf nu nog steeds mee bezig bent eigenlijk op die manier. Ja, en zeker... ook met het doen, hè. Ik heb mijn eigen bedrijf, met het doen van investeringen. Ja, dat is risico nemen. Maar als ik dat niet zou doen, ja, dan komen sommige dromen ook niet uit. Dus ja, dat is af en toe super spannend. Maar er is altijd ergens nog een backup. Weet je, het is altijd... en dat is ook wel, dat heb ik echt wel geleerd, ja. 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 En bewuste keuzes maken dus vooral. Ja, ja. En dat kan zijn door of langer te sparen, omdat je bepaalde dingen wil, of op reis gaan, of weet je, bijvoorbeeld een auto vind ik ook echt zo'n investering. Nou ja, er zijn heel veel dingen op te noemen. Ja, en dan ga je wel kijken van wat heb ik echt nodig, of wat vind ik gewoon leuk, ja. Ja, want als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Ja, dat is wel grappig, want ik had het daar gisteren ook nog over. Ik denk dat ik het vooral uitgeef aan ervaringen. En dat kan zijn door bijvoorbeeld op reis te gaan of naar musea te gaan. Of lekker te eten of in een beleving te stappen. Ja, dat kan heel divers zijn. Maar het is wel, of een studie, weet je, maar het is wel echt ervaring. En natuurlijk, ja. Weet je, ja, aan mijn kinderen en aan mijn gezin. En daar gaat natuurlijk ook geld aan op. Maar het zijn vooral ervaringen. Ja. Ja. Dat herken ik wel. Dat heb ik zelf inderdaad ook. Ik vind dat toch wat dan belangrijker. Ja. Die spullen allemaal. Is ook belast. Ja. Of zo op een of andere manier. Ja. 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 En dat neem je mee, weet je wel. In je herinnering en naar groeien. Ja. Dat vind ik echt wel mooi. Dat is onbetaalbaar dan weer. Ja. Eens. En als jij nog, stel je hebt nog een tientje, ik weet niet of het jou zou overkomen, want als ik het zo hoor, dan ben je best wel overwogen bezig met geld. Maar stel dat je nog een tientje te uitgeven had, voorlopig. Wat zou je dan doen? Ja, dat is een mooie vraag. Ook wel lastig, want inderdaad, ik heb altijd wel ergens een backup en zonder geld heb ik eigenlijk nog nooit gezeten. Wel met weinig geld. Ik zei vroeger altijd, ik heb nul geld. Maar die nul was dan was er altijd nog wel wat. Maar mijn laatste tientje? Ik weet het niet. Ik denk dat ik... omdat ik dan weet dat er toch wel weer iets van geld aan zit te komen. Dan denk ik dat ik dat laatste tientje dat ik zou proosten met de kinderen, met Erik. En dan wachten op het geld dat binnenkomt. Ja. Ah, dat ja, ik vertrouw ik eigenlijk dan dus nooit... Ook. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit zo zonder geld gezeten. Wel met weinig geld. En daar kon ik ook heel goed mee uitkomen. Dus ja. Mooi. Nou ja, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat veel mensen, ook in de danswereld en in, nou, sowieso in de creatieve sector, best wel struggelen soms. Ja. Dus ja, ik zeg, doe je goed.
Nou, ik ben zeker niet de kunstwereld ingegaan omdat ik dacht, ja, ik ga heel veel geld verdienen. Maar wel van, daar word ik wel heel gelukkig van. Ja, ja. Ja. Dat is dan toch belangrijker. Ja. En als je een tientje op straat zou vinden, wat zou je dan doen? Ik denk dat ik het zou bewaren. Het ligt eraan. Weet je, als ik samen met iemand zou zijn, dan met vrienden of met mijn kinderen of whatever, dan zou ik zeggen van kom, weet je, dan gaan we meteen lekker daar iets van doen. Of ik zou bewaren, of ik zou het misschien aan mijn kinderen geven, denk ik. Dat ik weet van, oh weet je, jij bent aan het sparen en je wil dat en dat. Dus nou, hier heb je bijdrage. Doe er wat leuks mee. Ja, het is, als je iets vindt, dat is een soort van cadeautje. Ja. Dus dat mag je delen, denk ik dan. Ja. Cool. Ja. Hey, en als geld geen enkele rol zou spelen. Ja. Dat je echt gewoon, nou, je hebt een kraantje zo, dat zet je open en dan komt gewoon geld uit. Plenty, 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 plenty. Hoe zou je leven er dan uitzien? Ik denk niet dat het zo heel erg veel zou veranderen. Dat is dus het bizarre. Ik denk namelijk dat geld maakt, maakt dingen makkelijker. Maar ik denk ook echt wel dat ik daarmee ook anderen kan helpen. En ik zou altijd blijven werken, want ik vind het gewoon echt te leuk om kennis, kunde, inspiratie, om dat door te geven. Weet je, dat vind ik echt te leuk. Dus ik zou daar niet minder door gaan werken. Misschien wel anders. Iets anders, denk ik. Maar ja, ik zou... nu weet ik ook niet of dat ze kan. Maar ik zou misschien meer gaan reizen. En ik weet niet of het echt heel erg veel zou veranderen. Dat is gek, hè? Ben je huis ergens? Of... Dat is wel... Ik zou heel graag een huis voor mijn kinderen willen kopen, ja. Oké. Weet je, 4 kids en dan 4 studentenkamers. Nou, dan kan je beter een huis kopen, volgens mij. Oh, goed idee. Zou ze willen met z'n allen in één huis? Oh, nou, dat weet ik niet of ze met z'n allen in één huis zouden willen. Maar dan zou het wel zo kunnen dat er dan misschien 2 of 3... of misschien 1 en dan met vrienden. Maar dat ze in ieder geval zelf een plek hebben. Dat zou ik wel heel tof vinden. Ja. Ja, dat dan maakt zeg maar het geld het wel echt een stuk makkelijker. Ja. Ja. Gaaf. Ja. En wat maakt jou rijk? Wat maakt mij rijk? Ja, ik denk... er zijn zoveel dingen eigenlijk. Het is allemaal zo klein. En ik vind eigenlijk... afgelopen periode zijn eigenlijk alle kleinere dingen zijn in één keer zo groot geworden. En dat maakt mij echt, dat maakt me rijk, weet je wel. De liefde van met mijn vriend. Ik heb gewoon een hele fijne relatie. Mijn kinderen, de vrienden om me heen. Ik wandel heel veel. En van de week was ik aan het lopen en ik had muziek op en... ik zie dan een prachtige vlinder en de zon schijnt. Ja, dan kan ik gewoon bijna huilen van geluk, weet je. Dan voel ik me echt ontzettend rijk. Dus ja, dat zit voor mij niet in geld. Dat zit voor mij echt in gevoel, in momenten, in... Ja, dat maakt mij wel... Ik voel me wel echt heel rijk. Ja. Omdat je het ook ziet. Ik word er een beetje stil van. Ja, ja maar je, dat is ook, ja, ik snap dat wel. Ik herken het ook. Dat je inderdaad gewoon... dat je het ziet. Dat je de kleine momenten... en dat je ervaart van... oh, ik ben hier nu. Wauw. Wat gaaf. Ja. Ja. Dat je zo bewust kan zijn van... en het zijn vaak hele korte momenten. Maar ze zijn wel super intens of zo. En als je dat dan bij elkaar optelt... denk je, jeetje mina, ik heb heel vaak van dat soort momenten. Ja. En ik benoem het ook steeds vaker. Met degene, op het moment dat ik in mijn eentje ben, dan ben ik me daar bewust van. Maar ook als ik met anderen ben, dat ik ook echt kan zeggen, oh fijn hè. Wat is het, ja. En ik denk dat dat het ook
dat maakt dat het er echt toe doet op dat moment, ja. En dat je, maar dat is, ik weet niet, sommige mensen die gaan zo hard dat ze zich dat niet realiseren. En ja, weet je, als je het niet ziet, ja, dan ervaar je het ook niet. Maar het zijn van die soort van verzameling van kleine ervaringjes bij elkaar, wat ja. Dan een soort van dat geluksgevoel kan zijn. Ja, ja, en dat gewoon, het, voor mij is dat ook het ultieme zijn in het moment. Dat je niet bezig met straks of met wat er was of wat er misschien nog gaat komen, maar nu. Ja. Ja. Cool. Cool. Ja, dat is rijkdom. Helemaal eens. Ja, ja, ja. Hé, hey, en ik vind het ook altijd leuk om het even over inspiratie te hebben. Ik vind dit al heel inspirerend wat je nu vertelt. Wat inspireert jou? Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete boek en waarom? Oh, mijn favoriete boek. Ja, ik weet niet van wie het is, maar ik heb niet echt heel echt dat ik zeg van nou die. Maar er is een boekje en dat gaat over wat te doen met een idee. En dat vind ik zo magisch. En het gaat dus erover van dat je een idee hebt en dat idee is eerst van jou. En dat omarm je en dat koester je. En dat maak je helemaal. Dat neem je overal mee naartoe. En op een gegeven moment ga je jouw idee delen met de wereld. En dan krijg je, of met anderen. En dan krijg je daar allerlei reacties op. En mensen vinden er wat van. En hoe ga je er dan mee om? Dus ja, en wat uiteindelijk, wat het dan brengt, weet je? Dat vind ik zo'n inspirerend boekje. Het is een beetje een filosofisch kinderboek. Maar ik ga het voor jou opzoeken. Van wie het is. Het is echt. Ja, dat is. Klinkt heel, denk ik, toch klinkt heel tof. Het is echt een heel mooi boekje. En elke keer. Want uiteindelijk gaat het erom. Als je een idee hebt. En je doet er niks mee. Dan blijft het van jou. Maar als je een idee hebt en je gaat het delen. Ja, hoe mooi kan dat zijn? Maakt niet uit, hè, wat de rest ervan vindt. Maar dat het naar buiten. Ja, dat vind ik echt magisch. Wauw. Ja, en dat vind ik dus echt super inspirerend. Dus ik ga het voor jou opzoeken van wie het is. Leuk, ja. We zetten het in de show notes straks gewoon. En dan, slim. Nou, kunnen mensen het even opzoeken. Maar wat grappig, een kinderboek dus. Ja, leuk. Ja. Ja. Hey, en over voorbeelden gesproken. Heb jij iemand die jouw voorbeeld is? Of iemand die jou inspireert? Dat je zegt van nou, dat, ja, dat is gewoon heel tof. Diegene doet, of hoe die het doet. Ja, nou, ik heb niet zozeer dat ik denk, oh, dan moet je die en die grote naam. Het zijn eigenlijk, ja, de mensen, zeg maar, om mij heen. Of met wie ik werk, of wie ik tegenkom. Of zelfs mijn kinderen, mijn partner. Ja, die vind ik echt, daar haal ik echt wel mijn inspiratie uit. Maar ook van kunstenaars of als ik, zelfs de natuur, als ik wandel. Ik vind dat echt. Dat inspireert mij en dat zet mij weer aan tot het creëren van nieuwe dingen of tot inzichten. Ja, dat is eigenlijk wel waar ik mijn inspiratie vandaan haal en waar ik gewoon echt. Ja, hoe noem je dat? Ja, geïnspireerd door raak. Ja, mooi. En heb je ook een ondernemer die jou inspireert? Toevallig? Ja, nou ja, Erik is ondernemer. Dat is mijn vriend. En dat is, vind ik echt een ultiem voorbeeld van hoe veerkrachtig je kan zijn als ondernemer in deze tijd. En er het positieve uit weet te halen. Ik vind dat echt heel inspirerend om te zien. En ja, eigenlijk zijn het mensen die hun droom najagen of hun droom leven en daar vorm aan geven, op welke manier dan ook. Ja, ik vind dat echt, ja. Hebben jullie daar ook vaak over? Hebben jullie daar vaak over van hoe doe jij dat of hoe zou jij dat aanpakken? Dus dat je ondernemerslessen met elkaar deelt? Of dat je... Zeker wel, ja. En dat begint eigenlijk met het durven dromen. Het grootste durven dromen.
En weet je, het zijn ook vaak ondernemers die zeggen, het kan niet, dat bestaat niet in hun vocabulaire. Als dat, weet je, als je iets wil, dan kan het in welke vorm dan ook neergezet worden. En dat gaat misschien niet van de een op de andere dag, zeker niet. Maar wel van, weet je, durf te dromen. Waar wil je naartoe? Wat wil je neerzetten? Dat vind ik echt super interessante gesprekken. Zeker, ja. En dat uit te wisselen. En hoe doe jij dat dan? Natuurlijk, al die valkuilen, al die lessen die je erin krijgt, neem je weer mee voor een volgende keer. Dus het, weet je, is het falen? Is het mislukken? Nee, dat denk ik niet. Het is leren en groeien en ontwikkelen en dan door naar het volgende. Ja. Ja. Mooi. En zo, zo leer je van elkaar. Ja, dat je dat ook zo dichtbij hebt. Dat is ook, het is ook, lijkt me heel relaxed als je partner gewoon snapt waar jij mee bezig bent. En dat, ja, dat je ze allebei grote dromen hebt. En dat je niet, weet je, je hoort ook wel van ondernemers dat ze enorm door hun omgeving worden tegengehouden. Omdat die gewoon helemaal niet begrijpen wat voor onrealistische ideeën je allemaal hebt. Of weet je wel, nou ja, jeetje, wat een onzin. Of wat een, nou ja, dat is toch niet haalbaar of whatever. Nou ja, wat je zegt, kan niet, kan toch. Dat is een ondernemersinstelling. En zou je dat risico nou wel nemen, weet je wel. Je is het wel slim? Dat is wel lekker. Ja. En tuurlijk, ik snap het. Maar ergens voel je dat heel diep van binnen. Van ja, weet je, het kan wel. Hè? Jullie kunnen het allemaal wel zeggen. Maar ik voel gewoon dat ik dit wil doen. En dat ik dit neer te zetten heb. En ja, als je dat kan delen. Ja. Dat is wel, ja, dat valt weer onder rijkdom. Dat is super fijn. Ja. Ja, dat snap ik wel. Hoe lang ben jij bezig met ondernemen? Al best wel een tijdje dan, als ik het zo hoor. Ja. Ik ben, ik zit echt te denken, hoe oud ben ik nu? Ja, maar ik denk wel zeker wel 20 jaar. Ja. Wauw. Ja. Ja, en dat, weet je, dat begint klein. En ben begonnen als dansdocent. En als dansdocent moest je op een gegeven moment zelfstandig worden. Nou ja, dan ben je al aan het ondernemen. Want hoe ga je jezelf dan neerzetten? En vervolgens kwam mijn kledinglabel erbij. En vanuit daaruit ben ik mijn studio begonnen. Met twee studio's en mijn atelier daarboven. Dus je bent in het onderwijs, je bent constant aan het ondernemen. Maar wel vanuit dans en beweging en verbinding. En daar, tuurlijk, daar leer je ontzettend veel van. Dat ging echt niet met alles super soepel. Dat geeft niet. Nee, maar je voelt dus blijkbaar wel van, hey, dit is het pad, deze kant moet ik op. Je vertelt het over kledinglabel. Hoezo? Vertel. Ja. Nou, ik heb 5 jaar lang de kostuums gemaakt voor Isabel Berna, voor haar dansvoorstellingen. En daarnaast heb ik een collectie gehad wat 1-2 keer per jaar wisselde. En dat begon als dans- en yoga kleding. Maar je kan er ook prima boodschappen in doen. Of gewoon lekker. Ik vond het ook meer dansfashion. Weet je, het modisch. En daarin stond ook gewoon voorop, als jij je prettig voelt in je kleding, dan straal je dat ook uit. En op het moment dat je gaat sporten of bewegen, en er staat een hele grote spiegel in de studio, ja, dan is het laatste waar je mee bezig moet zijn met je kleding en met jezelf, van zie ik er wel uit. Dan moet je gewoon lekker gaan bewegen, want daarvoor kwam je. En zo ben ik die lijn begonnen. En uiteindelijk gaat het ook daarin om, van als jij je prettig voelt, dan kan jij gaan doen waar je goed in bent. Of wat je wil leren. Of, ja. Ja, want je hebt geen achtergrond in de mode op zich. Nee, op zich niet, nee. Nee, klopt. Maar ik, ja, ook dat begon dat ik dacht, als ik nou gewoon een naaimachine voor mijn verjaardag vraag, weet je, zijn, net zoals met autorijden, zijn zoveel mensen die auto kunnen rijden. Nou, er zijn ook heel veel mensen die kunnen naaien. Waarom zou ik dat niet kunnen? Nou, dan ga je een beetje oefenen. En dan van het een komt het ander. En voor je het weet, kan je een collectie neerzetten. Maak je kostuums voor dansvoorstellingen of voor producties. En help je andere mensen weer daarin ook hun droom neer te zetten. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, ja. Heerlijk. De kan niet, kan toch mentaliteit en ook een beetje de Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Heerlijk. Zeker. Ja, leuk hoor. Nou ja, je hebt het ook bewezen. Dat is ook gewoon leuk.
Dat je dan ervaart ja, van, hé. Hey. Ja, maar ik denk ook serieus. Van, weet je, wat zou er gebeuren als je het niet zou doen? Wat gebeurt er dan? Nou, je kunt altijd gaan proberen. Toch? Ja, er was dus een heel... Ja, ik heb dat volgens mij op mijn website staan. Zo'n pagina met allemaal inspirerende filmpjes. En dat is een filmpje van Prins E.A. heet die. Ik weet het niet precies hoe je dat uitspreekt. Maar, en die heeft dan over Kerkhof. Dat is eigenlijk de rijkste plek. Want daar liggen alle ideeën die mee het graf in zijn gegaan. Alle dingen die niet uitgevoerd zijn. Alle dingen die... Alle plannen, alle dromen, alle dingen die mensen gewoon... altijd al hadden willen doen en die ze niet gaan zijn doen vanwege angst of whatever. En ik kreeg kippenvel toen ik de eerste keer dat filmpje zag. En nog steeds, elke keer als ik kijk, denk ik, wow, je mag het gewoon niet voor jou. Nee. Het is je plicht bijna om je goud te gaan delen, weet je wel. Dat is, oh my god, wat is dat toch zonde. Als het gewoon verdwijnt. Ja, zeker. En daarom geeft iemand anders een toffe tip. Prima, als je het zelf niet wil doen. Maar weet je... Ja. Dat is gewoon, dat is zo zonde. Ja, en dat vind ik ook het leuke. Want ik zeg ook altijd, vraag ik altijd aan mijn kleuters. Van, weet je, als ze jarig zijn, dan met een kaarsje, met mijn danskleuters. En dan blaast het kaarsje uit en dan zeg ik, dan mag je een wens doen. En dan zeggen ze niks. Zeg maar, waarom zeg je nou niks? Nee, zeggen ze dan, dat mag je niet vertellen. Ik zeg maar, juist, weet je, als ik niet weet wat jij wenst of wat je heel graag zou willen, vertel het. Want dan, wie weet, is dat te realiseren. Of wie weet, ja, dat vind ik altijd super leuk om te doen. Dat je vertel. En zo kan je elkaar helpen om je droom te realiseren. Om het uit te laten komen. Ja, durf te vragen. Ja. Weet je dat idee, ja. Ja, nou ja, goed. En ik moet zeggen, dat is, ja, het is een soort... Ik weet niet waar we dat meegekregen hebben. Een soort bescheidenheid of zo. Dat je niet mag vragen van... kan iemand me helpen om dit te gaan doen? Of hoe zou ik het aanpakken? Of ik heb dit idee, maar hoe wordt het waar? Maar dat begint al met de gedachte dat je denkt dat het misschien geen goed idee is. Of dat je bang bent dat iemand het idee gaat pikken. Dat hoor ik ook heel veel. Ik heb best wel een tijdje in de advocatuur gewerkt. Ja, intellectueel eigendom. Pikken ze je idee, dus je kan het niet vertellen. Dan stelen ze het gewoon van je. Gaan ze met de eer lopen, dan worden zij de miljonair van. Ja, en toch geloof ik dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Hè? En daarin zijn eigen manier van delen heeft. En dan moeten ze dat boekje lezen. Wat te doen met een goed idee. Ja, ja, dat boekje waar we nog even achter moeten halen wie het geschreven heeft. Maar superleuk. Ja. Hey, en ik vind het zelf wel... Ik weet niet of ik hem zou durven beantwoorden. Maar als je mij echt zou kennen... Dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat... Als ik dans, echt gelukkig ben. Ja. Ja, dan... Dat is voor mij gewoon... vrijheid, in het moment zijn. Niet bezig zijn met straks of... Dat is... Dan ben ik gewoon... Weet je, ik vind mijn kinderen en vriend hartstikke lief. Maar dat is wel echt... Ja. Doe je het veel dansen nog zelf? Niet meer zoals ik voorheen kon. Het heeft onder andere te maken... Ik heb 5 jaar geleden een auto-ongeluk gehad. En dat heeft met mijn fysiek echt wel heel veel gedaan. Maar ik beweeg zeker. Ja, en dat moment... Dat is voor mij echt ultiem geluk. Ja. Omdat ik, ja, dan zet je gewoon, dat zet weer bij mij ook weer van alles gewoon in beweging. En dat is bijna gewoon niet te omschrijven hoe fijn dat is. En dat is volgens mij iedereen, hè, die zijn passie heeft gevonden. Als je daar mee bezig bent, voor mij is dat echt, dat is voor mij echt geluk. En dan ben je ook tijd en plaats en alles ben je dan kwijt, hè? Ja. Ja. Een soort andere galaxy of zo. Ja, andere dimensie, ja. 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 De en zone of genius. Ja. Als het ware. Ja. Maar goed, ja, een auto-ongeluk, dat klinkt heftig. En dat klinkt ook als van, zo, dat was wel een kinkje in de kabel dan.
Ja, het is helemaal geen fancy verhaal hoor. Want ik heb mezelf eigenlijk, het was een eenzijdig ongeluk. Maar ik ben wel heel hard met mijn hoofd tegen de zijkant van de ruit geklapt. En een weerplas opgelopen. En daarin gaat mijn fysiek op en neer. De ene keer gaat het supergoed en de andere keer veel minder. En dat is ook een weg van acceptatie. Keuzes maken. Bewust kiezen. En dat heeft mij ook wel op een punt gezet dat ik had gewoon een soort van lijstje gemaakt. Weet je wel, kost het me energie, dan ga ik het niet doen. Doe ik het voor een ander, alleen voor een ander, ga ik het ook niet doen. Levert het mij energie op, word ik er blij van, dan ga ik het doen. En het was voor de omgeving soms super hard, maar voor mij op dat moment echt het beste. En dat heeft er nu wel voor gezorgd dat ik ook steeds duidelijker en beter naar mijn lijf ga luisteren. En dus ook gaan luisteren, goh, weet je, waar word jij blij van? Wat wil ik nou echt? En dat is dus ook de reden waarom ik denk van, nou weet je, die danstekeningen, dat is voor mij echt iets waar alles samenkomt. Kleur komt samen, beweging komt samen, stukje doorgeven. Ja, waardoor ik iemand anders ook weer verder kan helpen. Dat is wel echt voor mij. Het punt dat nu alles samenkomt waarvan ik denk, ja. En voel ik veel meer rust en veel meer in het moment. En ja, kan ik ook echt wel oprecht zeggen dat het afgelopen 5 jaar, en misschien was het auto-ongeluk wel het mooiste cadeau wat ik kon krijgen. Op dat moment natuurlijk niet, hè. Maar als ik nu kijk, denk ik, ja, ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Want het Ja, heeft me zeker. wel ook echt anders neergezet. Een stukje zachter misschien. Ja. Ja, het is jammer dat dat soort dingen moeten gebeuren voordat je dan zo'n inzicht krijgt en daar dan ook daadwerkelijk mee aan de slag. Weet je, dat je dan die keuze mag maken van ik kies alleen nog maar bewust Ja. voor wat me energie geeft. Omdat je dan op Ja. een of andere manier denkt, ik weet niet hoe dat kan, maar dat je een soort van een excuus nodig hebt om soms in andere ogen een harde keuze te maken die voor jezelf is. Dus Ja. hoezo is die hard? Maar dat is best wel grappig hoe dat werkt. Ja, en zeker weet je, dat je altijd is dat klaar voor anderen en voor je kinderen en voor je leerlingen. Maar uiteindelijk was het nu aan mij om eerst voor mezelf te leren zorgen. En weet je, in mijn lessen zeg ik ook altijd: nee joh, luister naar je lijf. Als het niet goed voelt, moet je het niet doen. Nou, echt, practice what you preach. Ja, nee, maar echt. En dat is nu wel wat ik ook, ja. En daar ben ik nu nog steeds heel erg ook bewust mee bezig. Ja. Weet je, als ik dat wil, dan. En dat maakt ook heel veel dingen mogelijk. Juist misschien wel door los te laten. En juist misschien wel door die keuzes te maken. Ja, maakt ook ruimte vrij natuurlijk Ja. voor wat er echt moet voor jou dan, wat voor jou werkt. Ja. Ja. Is dat je Ja. grootste levensinzicht of heb je nog een andere groot levensinzicht? Nou ja, dat is wel. Ja, dat ik denk dat als je het nu niet gaat doen, wanneer dan wel? En misschien heeft dat ook wat te maken naarmate je ouder wordt, weet je wel, dat je ook wel de levenslessen en de gebeurtenissen, die zie ik echt wel als dingen die mij sterker maken, waardoor ik gegroeid ben, waardoor ik nu mijn leven nu zo leef zoals ik het leef. Maar inderdaad, leef, weet je, als je iets wil, ga daarvoor en ga dat doen. En niet, ik heb af en toe echt het idee, ik heb geen tijd meer om te wachten. Niet dat mijn tijd erop zit, maar ik heb geen tijd meer om onzeker te zijn over dingen of dingen uit te stellen. Of weet je, je leeft nu. Dus ga het dan ook gewoon nu doen. En het hoeft niet meteen bam neergezet te worden, maar met kleine stappen. Maar zorg dat je in beweging blijft. Zorg dat je naar je dromen toe kan werken. En doe dat niet alleen, maar doe dat samen en verbind je met elkaar en zoek, ja. Mooi, mooi tip. Oh, ja. Ja.
En ja, want het gaat ook over veerkrachtig leven eigenlijk. Wat jij, Ja. Nou ja, wat je meegemaakt hebt en hoe je daar dan mee omgaat. Wat is in jouw ogen veerkracht en kan je het leren? Ik denk zeker wel dat je dat kan leren. Zeker wel. Ja. Ja, veerkracht heeft voor mij wel echt te maken dat, dat je van niets iets kan maken. En hoe ellendig het ook kan zijn, of de tegenvallers of de missers. Maar ja, ik heb altijd hoop. Weet je, ik geloof altijd als je daar vanuit een positief iets naar kan kijken, dan kan je het ook omzetten en dan kan je het ook zo gaan doen. Ja. Ja, weet je, ik was alleen met 4 kinderen en ik heb nooit getwijfeld dat ik dat niet zou kunnen. Het was heel leuk dat ik Erik tegenkwam. Daardoor werd alles even, weet je, dat is dat randje goud dat er dan op een gegeven moment omheen komt. Maar ja, en gewoon ook het stukje geloven in jezelf. En dat komt ook omdat je omgeving, hè, die kan dat ondersteunen. Maar, en dat gaat dan groeien en dan kan je zien, kijk naar de dingen die er mogelijk zijn. En dat maakt volgens mij een mens heel veerkrachtig. Positiviteit, ja. Mogelijkheden zien, een stukje creativiteit daarin verwerken. Ja, want het is best wel veel. Als je alleen met 4 kinderen bent, dan zou je ook kunnen denken, ja jeetje, maar ik heb 4 kinderen en ik moet het allemaal runnen en ik heb geen tijd voor dromen. Ik heb dat nooit als een beperking gezien. Ik denk juist, weet je, zij zijn in die zin ook gewoon een enorme spiegel voor mij. Weet je, ga, ja. Maak dat het allerbeste van wat je van. Voor ze. Misschien wel, ja. Maar, en ook in fouten maken of in misstappen. Of, weet je, dat kan ook. Dat hoort er ook bij. En ja. Dat is misschien ook wel voorbeeld zijn, ja. Ja. Oeh. Mooi hoor. Ja, weet je, en ik kon in het begin helemaal niks, hè. Maar uiteindelijk dat ik dan wel denk, door keuzes te maken, wat doe je dan het allerliefst? Ik was net mijn studio's begonnen. Ik kreeg een oud ongeluk, ja. Dat is natuurlijk helemaal niet handig. Nee. Maar dat heeft mij wel gewoon de rust en de ruimte en de vrijheid gegeven om dat te onderzoeken. En natuurlijk hè, met steun van Erik. Ik was gewoon iemand die altijd alles thuis deed. Alles. En toen kon ik in één keer niks. En nu doe ik eigenlijk helemaal niks meer thuis. Ja, relaxed toch? Ja, het is een beetje, ik vind het echt heel opvallend dat je dan, er moet iets ergs gebeuren en dan pas durf je dat soort hele bewuste, belangrijke keuzes te maken voor jezelf. En grappig genoeg is het niet alleen voor jezelf, het is ook voor je omgeving. Want iedereen heeft er uiteindelijk baat bij als jij gewoon duidelijk bent in van wat wel en wat niet. En ja, de kwaliteit wordt dan eigenlijk veel beter. Dus dat is het grappige. Ja, maar dat is dus ook het enge. Want je hebt jezelf ook iets aangeleerd. Want doordat ik me afgelopen tijd namelijk heb, of afgelopen jaren, natuurlijk constant bezig ben om te groeien en te ontwikkelen, is het eigenlijk ook een soort van afwikkelen geworden. Dus het afleren en het loslaten en afstand nemen van, zorgt ervoor dat ik steeds weer dichter bij mijn eigen kern kom. En ik ben blij, weet je, ik ben nu 43, dat nu gebeurt. Want ik hoop dat ik echt nog 50 jaar, 60 jaar mag hebben, weet je. Ja. Ja. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja. Dat is supermooi. Ja. Ja. En weet je, en gewoon inderdaad, dat zei jij zo mooi, dat ik ondersteund word door in ieder geval mijn partner en door mijn hele inner kern. Maar ook met geld. Ik heb gewoon, toen ik alleen was met mijn 4 kinderen, had ik een bijstandsuitkering. En ik heb me nooit arm gevoeld, nooit. Nee. Dat was het geld waar ik het mee moest doen. Maar er zijn heel veel dingen die je kan doen die helemaal geen geld kosten. Nou, dat doe ik nog steeds. Hey, en
Wat, ik ben ondertussen een beetje aan het wiebelen, dat je denkt, wat, maar ik ben door mijn rug gegaan, dat vertelde ik je. Wat lees, kijk en luister jij op dit moment? Lees, kijk en luister. Ja, wat ik op dit moment lees is het boek van Marina Abramovic. En dat is eigenlijk al de derde keer dat ik dat boek lees. En Marina Abramovic, zij is performance artist, echt een levenskunstenaar. En misschien ken je haar wel, dat zij in een museum op een stoel zit. Oh ja. En dan komt er iemand tegenover haar zitten. Zonder praten, alleen maar kijken. En als het moment voorbij is, dan komt iemand anders zitten. Dat is Marina Abramovic. Maar zij heeft zoveel andere dingen gedaan in performance om een reactie los te maken. Het is echt een zoektocht naar, hoe noem je dat? Emotionele spiritualiteit. Zoiets. Om te kijken en te doorleven en te doorvoelen. Wat is mijn grens? Maar ook wat is de grens van een ander? En hoe gaat een ander daarmee om? Door enorm de verstilling en de vertraging in te gaan. Wat brengt dat? Super inspirerend boek. Cool. Dat ik het dus nu al voor de derde keer lees, ja. Want ik elke keer weer nieuwe dingen eruit haal. Oh, dat is ook altijd gaaf, ja. Ja. Ja, dat Ja. zijn de beste boeken. Waar je Ja. gewoon, dat je de derde keer en dat je nog steeds denkt, hey, ja, Ja. mooi. Walk Ik through heb walls heet dat. Walk through walls. Oké. Ja. Nou, die zetten we even op het Ja, lijstje echt. bij de show notes. Ja. Cool. Ik vind het ook zo Ja. leuk dat iedereen altijd zo hele persoonlijke keuzes daarin heeft. Zegt zoveel over iemand. Maar ik heb die video's gezien van haar. Ik vond dat heel indrukwekkend. Het is ook echt Ja. super moeilijk om zo lang iemand recht in de ogen te kijken. Ik heb het wel een paar keer gedaan. Eye gazing of zo heet dat. Zo. Dat Ja, is en echt dan op een gegeven moment confronterend. kijk je gewoon de ziel in of zo. En dan zijn er inderdaad geen woorden meer nodig. Dat is zo mooi. Ja, het is, ik heb het een paar keer gedaan. En ik durfde het niet eigenlijk. En toen ging ik het toch doen. En toen dacht ik, wauw, dat is niet normaal. En als je nou wat vaker mensen gewoon zou aankijken en zou, dan zou je ook, volgens mij zou de wereld er echt beter uitzien als mensen dat zouden Ja. doen. Ja, hoe verbonden zou je dan met elkaar zijn, hè? Ja. Ja. Ik heb eigenlijk altijd zoiets van, weet je, dat is een beetje mijn geloof of zo, hoe je het ook wil noemen, dat je door verhalen met elkaar te delen, dat je daardoor, zeg maar, onderling begrip met elkaar creëert. Maar misschien hoeft dat helemaal niet. Kijk, dat kan natuurlijk wel. Ja. Maar elkaar gewoon eenvoudig in de ogen kijken, dat is nog veel, ja, dat is eigenlijk nog veel indrukwekkender dan een verhaal met Ja, elkaar delen. dat is heel intiem, hè? Ja, mooi. Mooi voorbeeld. Voorbeeld. En wat kijk je en luister je? Ja, ik kijk eigenlijk niet zo heel veel. Ik kijk niet zo heel veel tv. Ik kan daar nu ook niet echt wat ik nu kijk. Ja, wat ik kijk, ja, ik wandel heel veel. Dus ik zie de natuur veranderen. Ja, dat is wat ik zie en dat is wat ik kijk. Dat vind ik echt heel mooi. Ja. En wat ik luister echt van alles, super divers. Van podcasts tot aan hele diverse muziek. Het heeft ook te maken natuurlijk met het werk wat ik doe. Maar wat ik heel fijn vind om te luisteren is Olafur Arnalds. Is prachtige muziek. Is, ja, ik kan het gewoon bijna niet. Is nieuw soort muziek. Een beetje, er zit instrumentaal. Ja, het is instrumentaal. Ja, je moet het gewoon gaan luisteren. Zoek het even Moet ik gewoon op gaan luisteren. Dat zet ik in de Spotify. show Ja. notes. En dan, nou, dan Olafur moeten mensen maar gaan Arnalds. luisteren. Ja. Oké. Ik Dat is vind het echt mooi. heerlijke muziek. Dat is, ja. Ja, ga het luisteren. Anders ga ik het helemaal invullen wat ik heb. Maar ja, zet het op en creëer je eigen beleving daarin. Want het is echt, ik vind het super mooi. En ik ben ook nog even nieuwsgierig. Wat is jouw favoriete muziek om op te dansen? Oh, dat is ook zo divers. Ja, dat kan echt van. Ja, het is een verschil, hè? Of
vind ik, hè, of ik naar muziek luister of dat ik daarop dans. Jeetje. Nou ja, ik vind R&B en hip-hop vind ik heerlijk. Maar ik vind soul en jazz vind ik ook heel fijn. Het is meer het moment of de sfeer waarin ik ben, wat ik fijn vind om te luisteren. Ja, als het maar gewoon, ja, als het een lekkere beat heeft, dan vind ik het al snel goed. Oké, okay. Nee, ja. Maar je had ook klassiek kunnen zeggen, of weet ik veel, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, nou ja, ja, en dat is, misschien ken je die ook helemaal niet, maar dat is Armand Amar. En dat vind ik ook prachtig. Dat vind ik echt, heb ik voor een aantal choreografie heb ik dat ook gebruikt. Dat is heel verhalend en dat neemt je mee. En daar kan je een voorstelling bij maken. Het geeft meteen sfeer en gevoel. En dat is, wat is dat, modern, klassiek? I don't know. Ja, gewoon mooi. Gewoon mooi, punt. Ja, toch? Ja. Hey Sura, ben ik nog iets vergeten te vragen aan jou? Wil je nog iets kwijt? Nou ja, ik moest net denken, toen jij zei over het in elkaars ogen kijken en je verbonden voelen, dacht ik, ja, inderdaad. Maar dat mag ook wel, dat is ook wel iets waar we veel meer behoefte aan hebben. En met het project waar ik nu mee bezig ben, dat heet Lost Connections. En dat is samen met een kunstenares uit Nijmegen. Zij heeft Lost Connections neergezet. Dat zij is een project met Kant. En dat Kant wordt helemaal met de hand door allemaal verschillende vrouwen aan elkaar genaaid. Tot een hele mooie sluier. Maar bij dat project heeft ze het ook uitgezet naar buiten. Om nog meer mensen te verbinden. Dus ze heeft via een Facebookbericht heeft ze dat de wereld ingebracht. En er zijn mensen uit Mexico, uit Griekenland, uit Zuid-Afrika. Iedereen heeft het woord Lost Connections in zijn eigen taal geborduurd. En die heeft dat teruggestuurd. En daarmee mag ik een mooie choreografie maken, samen met een andere choreografe. En daarmee creëren we weer, door middel van kunst en dans, verbinding. Verbindingen die we verloren zijn, maar waar wel heel veel behoefte aan is. En dat vind ik dus echt zo mooi, juist in deze tijd. Dat vind ik ook, hè, als je het over wat maakt jou rijk, dat maakt mij rijk. Dat ik dan gevraagd word voor zo'n project, om dat neer te zetten, om daar onderdeel van te zijn, om dat te verbinden, door middel van beweging, kleur, ik mag de kostuums daarvoor maken. Weet je, ja, ik vind dat mega. Ik vind dat echt, en als je het over dus een inspirator hebt, ik vind Alice echt van een nieuw creatief, vind ik echt een inspirator. Dus je ziet wat je gewoon kan doen, door je krachten te bundelen, door elkaar te verbinden. Dan kan je echt mooie dingen neerzetten. Wauw, klinkt heel tof. Ja, dat is, klinkt, ja. Echt heel tof. Hé, hey, ja. Nou, dat gaan we ook even checken dan, in ieder geval. En heb jij misschien nog tips voor onze luisteraars? Een quote of iets? Een quote? Ja. Nou, ik zou eigenlijk zeggen, volgens mij heb ik dat al gezegd, hè, van leef. Ja. Als je het nu niet gaat doen, wanneer dan wel? En wat zou er dus gebeuren als je het gewoon gaat doen? Als je dat kan voorstellen. Hoe vet zou dat zijn? Wat is het ergste wat kan gebeuren? Misschien lukt het wel. Ja, nou. Ja, nee, maar dat denk ik dan wel. Ja. Ja. En dan ben ik hartstikke benieuwd, weet je wel, wat er dan gebeurt bij mensen. Als ze dat dan, weet je, wat zou er gebeuren? Schrijf het eens voor je op. Schrijf het eens uit. Of ga het gewoon, weet je, ga het doen. Vertel mensen erover. Verbind. Ja. Mooi, mooi. Sura, we zijn aan het eind van het interview. Maar je hebt allemaal mooie tips genoemd en dingen. Ik wil even weten, waar kunnen ze mensen jou vinden? Als ze meer over jou willen weten. Zij kunnen mij vinden op Instagram. Onder Sura Dance. Daar deel ik heel veel. En binnenkort op de website danstekening.nl. Daar ben ik heel hard mee bezig. En en daarvoor, ik heb ook Sura.eu. Maar ik denk dat het vooral, Instagram is wel echt mijn kanaal waar ik heel veel op deel. Waar ik mijn, ik heb mezelf uitgedaagd, hè, 100 dagen een post. Nou, daar ben ik bijna. Bijna. En dan,
daar kan je mij volgen. Aanraden trouwens, jouw Instagram-account. Dat is heel inspirerend. Dat is heel mooi voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie voor hun Instagram-account. Om te zien hoe je dat heel creatief en heel gaaf kan maken. Want je hebt een hele andere indeling dan standaard. En je hebt daar, je gebruikt hele mooie beelden en video's en hele mooie thema's die je aan elkaar koppelt. En het is heel tof. Ah, dankjewel. Dus, dankjewel. Ja, ik vond echt, ik denk echt respect. Dat is echt mooi gedaan. Het is wel volgens mij best wel veel werk. Maar en ook de challenge om 100 dagen al 100 posts te maken. Petje af. Ja. Heel mooi. Nou ja, en wie weet dat daar nog allemaal uitkomt. Ja, supermooi. Dus ga haar allemaal volgen, mensen. En Shura, dankjewel voor dit toffe gesprek. Voor jouw inspiratie. Jij bedankt. We kunnen echt volgens mij nog uren doorpraten. Ik vond het echt heerlijk. Ja. Leuk, heel fijn. Nou, nou doe ik misschien nog wel een deel 2, je weet nooit. Als straks weer nieuwe projecten zijn, ja. Ja. Kan allemaal, ja. Kan allemaal. Hey, ja, dus nou, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En dankjewel allemaal voor het luisteren. Liken en abonneren. En tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Die T aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.